zakken. Hou vol, hou vol. Uh-oh. Pak even mijn fiets voor mensen. Niet te ver weg, hè? Hou je rug recht. Kijk van deze kant, hè? En dan laten ze zich ook niet kennen, hè? Jullie nu. De ander, powertje. Goedemorgen Sophie, ik heb je nu een uur bezig gezien samen met je collega. Hoe heet je collega? Ludo. Hey, maar het gaat wel tekeer, zeg maar jullie. Het is een uur, maar het is wel super intensief, hè? Het is intensief, ja. Eigenlijk is vandaag ook wel, als je twee groepen hebt, dan maak je het ook wel intensiever, hoor. En we willen er dan nu, omdat het de laatste dag van het jaar is, toch wat extra's doen. Ja. Maar het, je maakt het in principe zo zwaar als je het zelf wil, hè. Ja. Dus, maar we willen wel even dat iedereen, want je merkt op het begin, dan staat iedereen nog lekker te kwekken. En dan willen we aan het einde wel dat iedereen ja, maar jij schrikt er niet zo van, hoor. Jij bent gewoon droog en zo, je hijgt niet. Nee. Jij bent wel wat gewend. Hoeveel uur in de week ben jij hiermee bezig eigenlijk? Want... Ja, het is 7 dagen in de week kan je bij ons bootcampen en dan in Middelburg, Arnhem-Muiden of in Domburg. En het scheelt van minimaal 1 keer per dag tot maximaal 3 keer per dag, dus 's ochtends, 's avonds. En jij bent er altijd bij? Ja, meestal wel, maar ik heb wel 4 trainers, dus we wisselen het een beetje af. Ja, maar precies. In principe doe ik... En ik hoor het je ook zeggen, ik heb 4 trainers en je bent lid geworden van de VOM. Ja. En was ik al eens eerder geweest bij de club en toen was Dennis nog een beetje de leider, dat was in de Veer Support. Ja. Daar zitten jullie nog steeds? Ja, dat is onze basisplek eigenlijk. Veer Support, daar zijn we volgens mij nu 6 jaar geleden, dat ze toen Joep het opgericht. Daarna, in 2016, heeft Dennis het overgenomen. En eigenlijk sinds een half jaar geleden ben ik ingestapt. En vanaf morgen is het echt... Ben jij de officiële baas van dit bedrijf? Door, dat is hartstikke leuk. Gefeliciteerd daarmee. Maar wat me ook wel opviel, want de eerste keer dat ik kwam was de totale groep die er was ongeveer net zo groot als nu, dus 40 mensen totaal. Ja. Maar nu zijn het er bijna 200, toch? Ja, we zitten echt, we gaan echt wel... Wat happens? Hoe komt dat? Is dat opeens zo populair? Of hebben jullie gewoon hele goede marketing gedaan of zo? Ja, of wat? Dat is vooral Dennison zijn werk. Die heeft daar gewoon heel veel tijd en energie in gestoken. En dat is een goede verkoper, hè? Ja. Die kent gewoon heel Middelburg natuurlijk. Ja. En dus daar hebben we wel heel veel geluk mee gehad. En ook wel
het is natuurlijk ook wel best wel een hype geworden, bootcamp. Heel veel denken dat bootcamp echt een soort leger iets is, maar dat is het in principe nou, niet. Ik moest er echt net om lachen. Ik hoorde je bezig, en toen je terugstaat op het terras, was je, ja, dan ben je gewoon een rustig, lief meisje. Ja. Wel, maar daarna sta je voor de groep, dan klonk je echt als een sergeant. En ja. Ooit, en dat heb ik je toen ook verteld, zat ik bij Leo Matulessi, dat is een oom van jou. Ja. En dat was mijn sergeant. Dus ik denk, nou, er zit toch iets binnen in de familie, in, ja. Dat je lekker kan lekker drillen. Maar, ja. Maar wel op een goede manier. Ja. Ik bedoel, je ja, moet dat ook... moet ook wel. Weet je, ik heb wel een tijd gehad, want dan liet ik het allemaal wel wat meer. Maar dan op een gegeven moment, later gaat iedereen ook wel een beetje achterover leunen. Maar als je even wat meer ja, je hebt gewoon een zweetje nodig. Dan merk je ook, iedereen gaat ook wel wat harder. Dus, en dan nog maak je het zo zwaar als je zelf wil natuurlijk. Hè? Dat is ook zo. Dus, want als iemand nou het niet goed bij kan benen en die gaat even opzij staan, dan is het niet dat je dan... Nee, weet je, er heeft een schouderblessure, de andere dan is het niet net als in de militaire... We proberen iedereen mee te krijgen. En als ze van tevoren zegt, nou, vandaag lukken de squats niet, want ik heb last van mijn knie. Prima, doe je even wat anders. Dus, ja. Nou, hartstikke leuk om te zien. Dank je wel voor de tijd. En, ja, graag gedaan. Ja, en ik begrijp dat je voor het nieuwe jaar ook nog wel een actie wil gaan verzinnen. Ja, klopt. Nou ja, laat dat nog maar weten, dan delen we die. Want dat doen we dan in combinatie met Wij Zijn de Stad natuurlijk. Ja, we hebben basis en gevorderde groepen. Dus, ja, ik zal ook een link naar de website erbij doen. En, ja, dankjewel. En ik wens je een hele fijne jaarwisseling. Oké, dankjewel. Hoi. Hoi. Hey, mensen, hoe was deze ochtend? Yeah! Prettig 2020 allemaal. Veel geluk en veel gezondheid. Dat gaat bij jullie wel goed komen, toch? Yeah!